Bellinga Pretpark op Stelten was maar een rare film. Ik mag dat zeggen, de Bellinga-familie is toch op wereldreis. In 2023 was ik naar de Bellinga-film Vakantie op Stelten. En in 2022 was ik naar de bioscoop voor de Bellinga-film Huis op Stelten. En eigenlijk zijn ze allemaal een soort van net niet mijn ding. When you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Deze film met een speelduur van maar 70 minuten is ook dramatisch ontvangen op het internet. Het heeft namelijk 2,8 out of 10 op IMDb. De serie van de Bellinga trilogie is natuurlijk het op stelten zetten van dingen. Dat gebeurde in de eerste film Huis op Stelten best wel goed. Alles werd in de war geschopt. Maar eigenlijk in deze film zag ik het helemaal niet meer terug. En daarom vond ik de titel ook niet heel passend. Waar ik zou verwachten dat de film echt gericht is op de Bellinga kinderen zelf, is de film veel meer gericht op de wedstrijd Coolste Papa van het jaar. Waarin de vader van de Bellinga's samen met een bekende actrice dan werkt aan die wedstrijd. De wedstrijd Coolste Papa van het jaar. In een soort side story in de film werkt die ene gast van dat telecombedrijf als baas van een groot pretpark en wil die dat de buurvrouw op de hond past. Ik zoek iemand die op Loebas kan passen. Nee. Nee? Nee. En zo zit je al een goede chunk in de film als je de kinderen nog nauwelijks voorbij hebt zien komen. Terwijl dat natuurlijk ook de reden is dat je kijkt. Omdat Nederlandse films zijn in niks uniek. Maar het unieke aan deze film is dat een heel gezin, echt een heel gezin speelt. Wat hebben jullie hierop te zeggen? En de film die wil gewoon te veel. Ze brengen dan de bad guys terug van een soort van de eerste film. En dat is een soort cartoon wordt het dan. En dat vind ik gewoon heel jammer. Ze voegen weinig toe aan het verhaal. Bellinga's! En eigenlijk op het moment dat je de kinderen ziet acteren en ziet interacten met elkaar, dat is het moment dat de film pas een beetje interessant begint te worden. Wat is dit voor een coole plek? Dit is onze parkshow. Wereldberoemd, maar het gaat helaas niet door deze zomer. Waarom regen wij gewoon niet die show? Uiteindelijk wint de vader die Coolste Papa van het jaarwedstrijd ook niet. Die wordt dan gewonnen door het karakter van Jan Dino, wat echt maar 5 minuten eerder in de film geïntroduceerd was. Maar ik vond dat wel een leuke twist en daarom scoort de film voor mij iets hoger. Ik heb getraind als een mannen, jullie gaan allemaal een poepje rijden, hoor. En een groot pluspunt aan de film vind ik dat ze hun eigen muziek heel erg vervlocht hebben in de film. Dat vind ik leuk, dat vind ik een soort extra effort die ze wel gewoon even hebben genomen. Ik ga verder niet zeuren over de film, maar ik wil eigenlijk direct spreken naar de makers van deze film. Mocht je nou een volgend deel willen maken, geef dan de kinderen meer een primaire rol. Want dat is toch de reden waarom je naar zo'n film gaat. Maak het verhaal gewoon iets meer down to earth, wil niet te veel. En dan denk ik dat je iets heel leuks zou kunnen maken. En ik zou de vierde film ook sowieso gaan kijken in de bioscoop, net als ik de vorige drie ook heb gekeken. Nu vergelijk ik natuurlijk de film met ook internationale blockbusters waar echt miljarden in worden gestoken, zeg maar. Dus het is natuurlijk apart om het te vergelijken met deze film. Maar als ik dat dan toch moet doen, dan geef ik deze film een 1,1. En daarmee komt de film te staan op plek 142 van de 142. De film staat dan onder films zoals Alida Battle Angel of De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. En aangezien er straks een top 10 komt van de 10 laatste films die ik in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval Furiosa, een Mad Max saga uit de 32e aflevering. En dan komt Bellinga Pretpark op Stelten in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat met een 1,1 de film van deze week Bellinga Pretpark op Stelten. 24 uur trainen tegen 24 uur show maken. Op 9 staat The End We Start From. Where are you going to go? Home. Op 8 staat Bad Boys Ride or Die. He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. Op 7 staat Horizon, an American Saga, Chapter 1. Looks like we got ourselves a bad man right here. Op 6 staat de film van vorige week, Twisters. You thought you could destroy a tornado. We never had a chance. Op 5 staat The Bike Riders. I'm Johnny. We're the Vandals. Op 4 staat Fly Me to the Moon. Every day something is breaking. And we're dead again. Op 3 staat The Mars King's Daughter. We can still all be a family. Op 2 staat Hitman. No, I don't buy it. What?
You're not a hitman. En op 1 staat nog steeds met een 7,7 Deadpool en Wolverine. You were an X-Man. You were the X-Man. En dan zou ik jullie graag als wat extra's ook iets willen vertellen over de 10 afgelopen films die ik zelf thuis heb gekeken. En die top 10 komt nu. Op 10 staat The Union. Two nights ago, a list containing the identities of every US spy was stolen. Op 9 staat met een 6 de film Past Lives, wat gaat over kinderliefdes die elkaar na jaren weer tegenkomen en dan een soort van reconnecten. Ik vond het een goede film met een unieke invalshoek, maar ik vond hem zelf ook wel een beetje te traag voor mijn doen. The guy flew 13 hours to be here. I'm not gonna tell you that you can't see him or something. Op 8 staat Mission Impossible. Ethan Hunt will be your point man as usual. Op 7 staat Knives Out. I suspect foul play. I have eliminated no suspects. Op 6 staat Glass Onion, a Knives Out mystery. Because tonight a murder will be committed. My murder. Op 5 staat met een 6,8 de film Taken 3 met Liam Neeson, het derde deel in de Taken trilogy. Wat eigenlijk gaat over Liam Neeson die de dood van zijn vrouw onderzoekt. En ik vond het een erg goede actiefilm. I was always ready to face the consequences. To protect my family. Op 4 staat Dawn of the Planet of the Apes. Apes! Do not want war! Op 3 staat met een 7 de film The Taking of Pelham 123. Dat is een film met Denzel Washington die gaat over een treinkaping in Amerika. Ik vond het een goede film en het had ook wel een soort unieke invalshoek. Dus ik was er erg over te spreken. You don't want innocent people dying, do you? You tell me. Op 2 staat met een 7 Christopher Nolan's The Prestige. The Prestige was de op 2 na laatste Christopher Nolan film die ik nog moest zien in mijn leven. En ik heb genoten van de film. Ik vond het ontzettend tof om die acteurs allemaal te zien. En het is zeker een aanrader. And you see something shocking you've never seen before. En op 1 staat Rise of the Planet of the Apes. You're trying to control things that are not meant to be controlled. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hebben jullie Bellinga Pretpark op Stelten ook gezien? Laat het mij dan zeker weten, want ik ben benieuwd hoeveel mensen die film hebben gezien. En dan zie ik jullie volgende week weer. Volgende week gaan we het hebben over de film Inside Out 2. En ik hoop jullie reacties daarover ook alvast te lezen. En ik zie ernaar uit om jullie dan te zien. Tot ziens, tot later.